Ruim een maand later, op 26 mei, was burgemeester Witte weer eregast op het stationsplein, nu bij de officiële opening van het nieuwe postkantoor. De geuniformeerden en de loketisten keken toe toen de hoofddirecteur der posterijen, de heer Holboom, de burgemeester het eerste exemplaar overhandigde van het boekje Grepen. Het nieuwe kwam, het oude en vertrouwde moest verdwijnen. Afbraak van het oude postkantoor. Dankzij het herrezen Trocadero en de veilige zebrastrepen is slopen niet altijd slopend. Eindhoven bleef gul, ook op 8 juni, toen het 13e Nationale Politiemuziekfestival, waaraan 15 korpsen deelnamen, in onze stad werd gehouden.